Waar is de laptop inmiddels? Gaat hij nog rond? Ja, gekke dingen gedaan. Hartstikke mooi. Want nu hebben dus de mensen van Spicy Lemon. Die hebben voor deze laptop gezorgd. Ja, het was gewoon een ideetje wat we hadden. Dus we dachten, van, ja, kunnen jullie dat doen? Die gaan dus achteraf kijken wat erop staat. En deze jongen die werkt dus bij Spicy Lemon als information security. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Michael van der Vaart. Hi Michael, welkom bij Tech Talk. Dankjewel. Nou, super dat jullie ons willen helpen hiermee, met die laptop. Jullie verkopen viruspakketten, allerlei veiligheidspakketten voor de PC, voor de Mac, voor de mobieltjes, al dat soort dingen. Wat ik ook heel leuk vind is jullie doen ook nog allerlei dingen voor goede doelen. Ik geloof van diverse pakketten gaat dan een euro naar kinderen in een achterbuurt of zo. Echt top. Dus daarom dacht ik van nou, wel fijn dat jullie hier zijn. Maar even terug naar die laptop. Hè. Dat is dan een ideetje waarvan ik denk van nou, dat is misschien wel leuk voor de mensen om dat eens te proberen. Hè. Ga helemaal los. Toen zeiden jullie van ja, maar het kan ook zijn dat je helemaal niks vangt onderweg. Nee, hoe kan dat nou? Even afwachten inderdaad wat de mensen, ik hoorde voorin inderdaad wat mensen van bekende bedrijven, de beveiligingsbedrijven. Het is aan de ene kant heel makkelijk om besmet te raken. Wellicht merken we dus ook veel besmettingen op de laptop straks. Maar je moet meestal wel uitgenodigd worden. Je merkt een beetje een trend in malware. Over malware spreken we dan over wormen, virussen, trojans, dat soort zaken. Alleen echt de trend van virussen, dus de hoeveelheid virussen, begint zo langzamerhand wel eens af te nemen. En we gaan meer naar targeted attacks, dus de ransomware, zoals het wellicht al een beetje besproken. Ransomware, dan moet je even uitleggen, hoe werkt dat? Ja, ransomware is uiteindelijk een virus dat komt op de computer, neemt je computer eigenlijk over en gaat dusdanig in de weg zitten dat je de computer niet meer kan gebruiken. Meestal komt daar dan een melding tevoorschijn van, joh, de computer is om de een of andere reden overgenomen. Een voorbeeld daarvan is Boomstemra en het politievirus. Een aantal mensen denk ik ook wel bekend uit het nieuws. Het politievirus. Uiteindelijk neemt dat de computer op dat moment over. Je krijgt een scherm en er wordt gevraagd, maak maar €100 over en dan krijg je de toegang tot je computer weer terug. Oké. Nou, dat wordt echt gewoon ja, en ik heb dus vernomen inderdaad dat het 1 op de 5 betaalt dat uiteindelijk. Dus ik hoop dat deze zaal daar vanaf vandaag in ieder geval niet op ingaat. Want het is uiteindelijk een virus wat er af te halen is. Maar het is voor een normale gebruiker heel erg lastig. Maar, want dat uurtje wat we hier zitten te surfen, dan is te kort voor zoiets als dat? Of? Ik heb hem theoretisch ook wel beschikbaar bij me. Maar als we niks ik van ga er zelf ik, ja, dat ik doen ga we niet, hè? Nee, we ja, niet. Daarom. Dus we gaan hem er zelf niet opzetten. Ik denk, nou, ik zal wat voorbereid komen, maar we gaan even kijken. Als die straks schoon is, is die schoon. Hebben we in ieder geval bewezen dat uiteindelijk het besmettingsgevaar is globaal gezien groot. Want we zien bepaalde trends natuurlijk. Zeker ook op mobile, waar we inderdaad, je had me zo ook al voorgesteld. Op mobile zien we een toename van 650% malware toename in het afgelopen jaar. Okay. Dus op mobiles. 6,5 keer zoveel als het jaar daarvoor. Juist. En de aantallen zijn natuurlijk kleiner dan het bekende aantal rondom PC's. Want dat zijn er tienduizenden per dag. Ja. De aantallen zijn nog iets kleiner, maar het gevaar is des te groter. Wat we merken is dat de grote partijen, de grote jongens als een Microsoft, een Google en Apple uiteindelijk, kiezen dus voor zowel Mac, maar targeten ook heel erg op de marketing rondom mobieltjes. Ja. En zeker Android is erg populair. En op Android merken we dus de grootste. Ja, want dat vroeg ik me af. Ik weet niet of het bij aflevering 1 erbij was, maar toen heb ik op een gegeven moment mijn iPhone in het publiek gegooid. Dat ik was dat ding zo zat. Het is gewoon helemaal dichtgetimmerd. Ze hebben alles voorgeprogrammeerd. Ja. Van nou, dit is wat jij leuk vindt. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Ja, daar hou ik niet van. Nee. Ik wil een beetje spelen, wat opzetten, wat afhalen, wat gekke dingen. Dus ik heb een Android. Ja. Het is net een flipperkast. Echt, het ding gaat open, er gaat van alles draaien, weet ik het wat. En, tot overmaat van ramp, wat las ik, de meeste malware komt dus op die Androids terecht. Klopt. Maar waarom? Klopt. Uiteindelijk, de grote jongens Apple, die heeft het zo gezegd van, als je dat ding gewoon schoonhoudt, dan koop je je spulletjes, zowel gratis kopen, noemen ze dan, want je moet je creditcard sowieso geven. Dus dat is dan, die slag is Apple, dus ze hebben je betaalgegevens sowieso. Maar alles wat in de market komt, is bekeken en goedgekeurd. Okay. Wat je ziet bij Google, Android, het systeem wat Google levert, die heeft een open gedachte. Je mag er in principe alles op. En je mag ook kiezen om buiten die store te kopen. Windows is ook onlangs ingestapt in de market na Windows Mobile, wat een beetje een oud OS'je is voor op je mobieltje. Met een startmenuutje en zo. Hebben ze dat nieuwe, op de Nokia apparaatjes heet dat Windows Phone. Ja.
Windows Phone 7 dus en straks met die vierkantjes. Met die vierkantjes, al die tegeltjes. Nou, het werkt hartstikke leuk. En die hebben het een beetje gekopieerd van Apple. Het is gesloten. Wat je erop zet, komt bij ons vandaan. Komt uit een marketplace, een app store, zeg maar. En dat is een stuk veiliger, die gedachte. Ga je het weer jailbreken, dus maak je je Apple-telefoon open... Ja. Dan ga je weer dezelfde richting op, want je gaat downloaden, je gaat er zelf dingen opzetten. Maar dus voor mijn Android, als ik dus alleen in de Android Store koop, dan is het qua veiligheid dus een beetje op hetzelfde niveau als Apple. Stuk beter. Alleen het is maar één vinkje en dan zeg je, ja, ik wil derde partijen ook in die store zien. En ik geloof dat het toegangsbeleid van Apple, of sorry, van Google daar ook weer een stuk makkelijker in is. Ik weet niet of Angry Birds een bekend spelletje is. Ja, wie kent Angry Birds niet? Nee. Schietende vogeltjes tegen de varkentjes. En uiteindelijk kwam daar een crack-app voor uit, dus alweer een tijdje terug. Maar iedereen dat je kon vals spelen. Dat je kon vals spelen en op het moment dat je dat ding installeerde, gebeurde er dus van alles. Nou, ja. Wat je een beetje ziet in de trend bij malware op Android, is dat er vaak SMS-trojans opgezet worden. Je contactenlijst wordt uitgelezen en op dat moment begint jouw telefoon, of je het nou wil of niet, sms'jes te sturen. Niet voor 50 cent, maar meestal voor 2 euro per sms. En kun je eraan naar doen? Een publiek nummer, zullen we maar zeggen, voor content die je waarschijnlijk überhaupt op je telefoon niet direct hoeft te zien. Maar dat is gewoon 2 euro per sms. En dat blijft even doorgaan. En dan ben je dan gewoon kwijt. Je kan niet naar... Die strijd mag je met een Vodafone of een T-Mobile gaan voeren. Shit. Ja, want ik kwam laatst inderdaad iemand tegen. Die had ook een spelletje. Er was wat anders voor zijn kinderen. En die hadden dan leuk zitten spelen. En die hadden binnen dat spelletje van alles aangeschaft. En die van 100 euro was die kwijt voor dat spelletje. Klopt. En nou ja, ik weet niet of de mensen in de zaal zitten die ook kinderen hebben. Maar ja, u kent dat wel, hè? Van ze vervelen zich en dan geven je een mobieltje aan. En dan gaan ze lekker zitten spelen en dat soort dingen. Thuis gaat dat net zo, hè? Ja. Zo van, je bent even zat, ga maar achter de pc zitten. Als ze van alles doen, wat moet je daar nou aan doen? Want die kinderen, die maken natuurlijk die... Ja, nou, toevallig heb ik onlangs gelezen dat de nieuwste versie van Android, hè, het platform dat dan wel het meest vatbaar is uiteindelijk, maar voor Android beginnen ze bijvoorbeeld de iPad te voorzien van verschillende gebruikeraccounts. Apple heeft dat nog niet begrepen, want een iPad is ten opzichte van je smartphone, die heb je meestal nog zelf in je zak. Ja. Af en toe in de auto geef je hem mee van je kinderen. Maar die iPad ligt altijd op tafel. En kinderen van 3 jaar snappen ook hoe ze moeten swipen en puzzeltjes moeten maken. Maar dus uiteindelijk ook hoe ze moeten kopen. Eén ding is, zorg dat het inloggen op de marketplace maar heel kort kan duren en niet een kwartier open blijft staan dat je creditcard... Dat kun je instellen. Dat kun je instellen. Okay. De tweede is dan bij Android zijn ze nu zover en ik hoop dat bij Apple binnenkort ook is. Verschillende gebruikersaccounts. De kinderen krijgen een gebruikersaccount waarop je heel weinig toestemming krijgt. Dus de App Store is bijvoorbeeld geen knopje. Dus de App Store is wel op dat apparaat aanwezig, maar niet op het account van de kids. En dan kunnen zij lekker spelen zonder dat ze... In principe dus. En daarin is een tablet ten opzichte van een computer nog steeds wel een vrij veilig middel. Hè. Je kan daar gemakkelijk op installeren, gemakkelijk op deinstalleren. Dus het is iets minder geavanceerd dan een computer. Ja. Maar die gebruikersaccounts gaan je uiteindelijk helpen en ouderlijk toezicht toepassen. Uiteindelijk zijn daar mooie tools voor. De tools zitten vaak ook al in de OS'jes zelf. Dus in Android zit er wat. Er zit ook zeker in Apple wat. Waardoor je dus ook die App Store uit kan zetten. Ja. Maar ja, uiteindelijk ligt ook wat verantwoordelijkheid bij de ouders zelf. Dat wil ik toch ook wel aangeven. Toch wel even. Ja. Want uiteindelijk, als het nou misgaat. Hè, bedoel, stel, ik heb zo'n pakket van jullie. Heb ik op mijn Mac staan. En is geactualiseerd. En toch word ik beroofd. Hè? Dat op de een of andere manier is er toch iets tussendoor geslopen. Nou, die banken vooralsnog vergoeden ze alles, maar dat is op een gegeven moment ook afgelopen natuurlijk. Dat ze zeggen, ja, hallo, er staat toch weer een virus op uw computer, meneer Van het Hof. We gaan niet meer betalen. Hoe zit dat met verantwoordelijkheden? Kan ik nog naar de aanbieder van viruspakketten toestappen van, hey, jullie ding heeft niet gewerkt, terwijl ik hem wel heb geüpdate? Ben ik zelf verantwoordelijk of ligt het toch ook bij die banken? We hebben het even een beetje besproken intern. Uiteindelijk is er geen enkele antivirusscanner is 100%. Nee. Er zullen een aantal, die vraag wil ik nog wel stellen aan het publiek wellicht. Hoeveel mensen hebben een gratis antivirusscanner? Wie heeft een gratis antivirusscanner? Kijk eens aan. Wie heeft een betaalde antivirusscanner?
Wie heeft er geen virusscanner? Kijk! Ja, het is uiteindelijk best wel risicovol. Laten we eerlijk zijn. In het verleden, een Sasserworm-virus, dat kon je eigenlijk op je IP-adres binnen een paar tellen op je computer hebben. Ja. En daar hoefde je eigenlijk alleen maar de kabel ervoor in te steken. Okay. En Microsoft moest daarvoor een update uitbrengen. Ja. Maar nog even terug naar de vraag. Gratis of betaald? Kijk, voor niks gaat de zon op. Dat is een beetje wel iets wat we ook hoog moeten houden in antivirusland. Ja. Er moet gewoon snel gereageerd worden op virussen. Wij hebben daar persoonlijk een product voor. Dat heeft bijvoorbeeld hele goede proactieve detectie. Maar daarnaast ook een live grid, zoals dat dan heet. Op het moment dat samples uitkomen, worden ze gepost. Automatisch vanuit elke computer waar het op staat, worden ze gebracht naar het internet. En van daaruit kunnen wij gelijk snel oplossingen maken om in de Dus terwijl je beschermende viruspakket, geef je eigenlijk ook informatie door aan jullie over nieuwe aanvallen. Exact. Dus zo'n ene laptop zoals wij dat hebben, honeypot noemen jullie dat, ja, geloof ja, ik? Ja, een honeypot uiteindelijk. Is eigenlijk iedereen die een viruspakket heeft ook een honeypot om dingen te signaleren, trends? Nou ja, de honeypot niet zo... Ja, omdat ze de computer aanzetten op internet aansluiten, zou je het een honeypot kunnen noemen. Ja. Meestal is een honeypot iets ergens neerzetten waar je ze ook echt daadwerkelijk uitlokt. Dus de cybercriminelen op uitlokt. Maar je bent uiteindelijk zelf gewoon elke dag vatbaar. Ja. Heb jij iets waar wij in al gauw ontdekken dat dat op een aantal duizenden pc's in Nederland ontstaat, en daar hebben we hele leuke kaarten omheen waarop dat te zien is. Een soort epidemie? Juist, ja. Dan is het letterlijk gewoon snel reageren en daarop... En zo zien we dus ook echt die targeted malware die ik aan het begin zei, wat inhoudt dat jij wordt het doelwit voor de cybercriminal. Ja. En uiteindelijk doen ze dat voor geld. Het politievirus is daar een heel goed schoolvoorbeeld van. Betaal de ransom, hoe noemen we het in het Nederlands? Even. De borg. Ja, wat is ransom? Losgeld. Losgeld, het losgeld, dankjewel. Het losgeld en het is weer terug. Ja. Het resultaat is vaak ook trouwens dat hij niet terugkomt, hoor. Oké, nou als we nou nog ransomware onderweg moeten betalen, ik trakteer. Goed, we zien jou straks aan het einde weer terug. Ja. En dan kijken we wat we opgelopen hebben. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, Michael, tot zo. Dankjewel. Tot zo. Hoe staat het inmiddels met de laptop? Waar is die? Ja, Michael, je hebt hem alweer terug. Oh, kijk eens, daar komt hij. Nou, nog één keer een applaus voor Michael van der Vaart. Ik ben natuurlijk wel super benieuwd wat we gevangen hebben. We hebben letterlijk wat gevangen, inderdaad. Ah, kijk eens aan. Ja. Applausje voor jezelf. Ja, je bent lekker onveilig gesurfd. Fantastisch. Een aantal fanatieke mensen in ieder geval bij. We hebben in totaal een 22-tal infecties. 22 infecties, nou. Hij is, denk ik, pak een beet 40 minuutjes door de zaal heen gegaan. Ja, en hopelijk hebben mensen ook nog even zitten opletten af en ja, toe. Ja, precies. Maar... daar achterin zag ik wat lachende gezichten. Wat ik wel grappig vond, is dat er toch wel wat porno werd gesurfd. Met het idee van, jongens, ja, nou, daar komen de infecties gegarandeerd vandaan. Nou, kan het. Er zijn drietal toolbars geïnstalleerd. Een Babylon toolbar, een Incredimail toolbar. En uiteindelijk vind ik hier een CIREF-F. Een wat? CIREF-F. 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 Een bekende Trojan. Het paard van Troje. Juist, paard van Troje, waar we nu zitten. Ik heb hem even bekeken. Het is een bekende virus wat geïnstalleerd is op de computer. Er zijn ook een aantal virussen gewoon geïnstalleerd op het geheugen. En die gaat uiteindelijk je zoekresultaten beïnvloeden. Zodat je dus eigenlijk op Google gaat zoeken naar dingen waarvan je dacht dat het de Google-resultaten zijn. Maar dan krijg je gewoon gesponsorde links vanuit de software die deze avond geïnstalleerd was. Dus dat gaat je gegarandeerd uiteindelijk wel een keer geld kosten waarschijnlijk. Dit soort infecties. Nou, belangrijker is uiteindelijk, nogmaals, knap dat jullie het voor elkaar hebben, dat is één. Maar dat komt ook door een hoop geïnstalleer van flash plugins. En ik zie een of andere update software hier staan wat er niet hoort. Dus dat is goed gedaan. Wat is er fout gegaan? Uiteindelijk stond hier dus geen antivirus op. Dat is aan het begin ook gezegd. Ja. Het was net in beeld waarschijnlijk. De automatische updates van Microsoft staan gewoon uit. Dus wat gaat je meteen mopperen ook inderdaad. Ja, wat Microsoft aan zichzelf kan doen, dat hebben we uitgeschakeld. En daar zijn de beveiligingsupdates echt wel een essentieel onderdeel van. Dus dat zijn de fundamentele problemen met deze installatie. We hebben onze online scanner eroverheen laten gaan. En 22 infecties, dus ik weet niet, is dan het onderzoekje geslaagd, Chris? Nou, ik vind van wel, ja. Want ik dacht van, nou ja, als je normaal zo'n ding neerzet, zo'n honeypot, en je moet echt maandenlang zitten doen voordat je wat vangt. Wat ik inderdaad eigenlijk de tendens van de avond wel vind, is dat er aan is gestipt dat er heel veel gevaren zijn.
En dat er vanuit Spicy Lemon, dan even vanuit onszelf, dat wij ook heel veel doen aan het tegengaan van die gevaren. Door middel van de tools die wij leveren. Voor de mensen die dus inderdaad van gratis houden, aan het einde van de avond, kom even langs, dan krijg je van ons ook 3 maanden gratis. En uiteindelijk geven wij dus de gastlessen en zo. Dus misschien wat mensen die hier met de oren waren aan het klapperen waren. Oh, die komen ook langs? Dat je dan van wij kunnen inderdaad gastlessen. En de leukste gastlessen die ik vind dat we doen, die doe ik ook persoonlijk, zijn bij basisscholen. Oh, kijk eens aan met kids. Ja, groep 7 en 8 geven we de kids eigenlijk al training over wat phishing is, wat spam is en dat soort zaken. Dus, nou, en jullie hebben gratis wat lesmateriaal gekregen deze keer. Dus hartelijk dank voor jullie bijdrage en een applaus voor Michiel van der Vaart. Dankjewel.